Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En het is een mooie kerst, want Bitcoin heeft nogmaals wederom een nieuwe all-time high gemaakt. En wel de $25.000. Ongelooflijk. En het is een prachtig kerstcadeau wat we hebben gekregen van de kerstman natuurlijk. Dus we gaan kijken in deze video naar de Bitcoin koers. Is dit de top of kunnen we nog hoger? Daarnaast gaan we even kijken naar Litecoin, want die beweegt lekker mee. En we gaan ook kijken hoe je gratis tokens kunt krijgen ter waarde van ongeveer $1.500 tot $2.000 en een portie van ongeveer $12 op dit moment, geloof ik. Dus blijf kijken, like de video als je de content kunt waarderen en abonneer je op het kanaal om op de hoogte te blijven van de updates. Druk op het belicoontje, want ik ben niet altijd even regelmatig met de updates. En ook dit is een ongeplande video eigenlijk. Dus, 1inch is een van de open source tokenplaatsen waar je tokens kunt kopen. Het is eigenlijk gewoon een DEX, een decentralized beurs. En zij hebben dus net hun 1inch token gereleased. En als je gebruik hebt gemaakt van hun protocol, dan krijg jij tokens. En op een gegeven moment waren die $2000 waard ongeveer, geloof ik. Ze waren ongeveer 600 tokens kreeg je. Ik ben even aan het scrollen naar het stukje waar het staat. Je hebt een aantal voorwaarden heb je moeten voldoen. Ik ben even aan het kijken. Distribution. Hier. Dus als je dit protocol hebt gebruikt, dan krijg je ook gratis tokens. Dit had je moeten doen voor 24 december. En je had dus in ieder geval één trade moeten maken voor 15 september. Of 4 trades daarna. Of in totaal voor $20 op zijn minst. Dus er waren een aantal voorwaarden waar je aan hebt moeten voldoen. Heb je dat gedaan, dan kun je die tokens claimen. Dus als je nu nog een trade gaat plaatsen, gaat dat niet meer lukken. Want dat moest voor 24 december UTC, Universal Time. Dus als je dat hebt gedaan, dan kun je ze claimen. Ik zal dit artikel onder de video delen, zodat je daarna kunt kijken in ieder geval. Dan nog meer gratis tokens. Ja, en ik heb het op andere plekken ook al gedeeld, maar ik doe het toch nog even een keertje hier. How to claim your Trust Wallet token. Iedereen die een trade heeft geplaatst tussen 14 december en 21 december op Binance, die krijgt 100 Trust Wallet tokens. Ja, en die zijn op dit moment ongeveer $12 waard. Wil je deze tokens ook? Dan kun je ze claimen. Je moet ze van Binance afhalen, want die ondersteunt hem niet voor het traden. Dus je moet ze versturen. Het is natuurlijk een manier om meer mensen zover te krijgen om hun Trust Wallet tokens of de Trust Wallet te gaan gebruiken. Dus je kunt ze het best gewoon daar naartoe sturen. Je kunt ze ook naar andere plekken sturen. Het maakt niet zoveel uit, zolang ze maar van Binance afkomen. Want na 5 januari, je moet het voor 5 januari doen, dan ben je ze kwijt. Overigens heb ik er dus ook 100 gekregen, 99,5 na het versturen naar mijn Trust Wallet token. Als jij ze wil hebben, je mag ze van mij hebben, hoef je maar één ding te doen. Deze video delen ergens, het maakt me niet uit waar, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp groepen. Stuur een screenshot van het delen daarvan. Wel iets wat crypto gerelateerd is natuurlijk, dus Twitter, Telegram of andere groepen, het maakt me niet zoveel uit. Deel de video daar. Stuur een screenshot naar info@thebitcoinconsultant.nl met je e-mail erbij. En dan zal ik uit degene die dat hebben gedaan een winnaar kiezen. En die zal ik dan voor, even kijken, het is vandaag zaterdag. Ik zal dat morgen regelen, zondag. Dus diegene krijgt dan ook via de mail een berichtje van mij. En dan vraag ik ook om je Trust Wallet public address natuurlijk. Nooit je private keys weggeven, nooit je seed, de 12 en 24 woorden, die geef je nooit aan iemand, maar je public address, dat kan gewoon. Dus deel de video, maak een screenshot, stuur het naar mijn e-mail en dan zal ik die tokens naar je toesturen. 99,5 min de fee die er waarschijnlijk is, dus 99 misschien. Goed, we gaan kijken naar Bitcoin en we kijken van de hoogste timeframe naar de laagste timeframe om te kijken wat het grote plaatje nou is. Ja, dit heb ik eerder ook al gedeeld in de Premium Discord groep, hoe wij een trade hebben gemaakt van $16.000, die nog steeds open staat en nu richting de $25.000 is gestegen. Dus dat is een enorme trade natuurlijk. Even kijken, ongeveer vanaf hier. Ja, dat is inmiddels 54%, dus een hele mooie trade zonder hefboom al. Maar wat zien we dus? We zijn nu inmiddels aanbeland bij mijn volgende target, net onder de volgende target van deze hele stijging. En dat is die 2,618. Op de $26.400 ongeveer. En de technische target van deze enorme driehoek, die ligt in ieder geval op de $27.300. Op de lagere timeframes beginnen dingen oververhit te raken. Maar we zijn vermoedelijk nog steeds niet aan de top. Maar daar gaan we zo direct naar kijken.
De maandelijkse RSI is ook overbought. Dat zien we ook niet gauw. Het staat inmiddels op de 80. Het kan nog veel hoger, zoals je hier ziet, richting de 94. En dat was in die enorme FOMO-hype van 2017 natuurlijk. Maar goed, we zien hier ook gewoon FOMO. Dit is pure FOMO. Er gaat op een gegeven moment een pullback komen. De vraag is tot wanneer. $20.000 psychologisch rond. En ook wat de volgende all-time high is. Dat is een hele logische stap. En we zien ook dat dat op dit moment, als we doorgaan naar die 26.400, dat dat samenvalt met die 0,382 Fibonacci. Maar vooralsnog lijkt het door te willen gaan. Volgende target 26.400 ongeveer. Op de wekelijkse zien we ook dat in ieder geval de RSI enorm oververhit is. We hebben dat eigenlijk nooit veel hoger gezien. We zijn in 2013, maar dat waren helemaal radicale tijden, om het maar zo te zeggen. Mensen die, de meeste mensen die erin zaten ook niet heel veel snapten van, hoe noem je dat, van technische analyse. Terwijl de markt is enorm veranderd. Er zitten nu veel meer professionele spelers bij die dat snappen. Dus daarom hou ik ook vooral liever dit aan. Dus we hebben hier een hele hoge RSI en daar komen we nu ook bijna tegenaan. Dus ook op de wekelijkse geld, we zijn hard omhoog gegaan. Er zal een pump of een dumpje komen ergens en de vraag is hoe ver. In het verleden hebben we dumpjes gezien van 30% in de bull market, 30 tot 40%. Dat is de verkeerde tool. Maar dat verwacht ik nu niet eigenlijk. Dus kijk even uitzoomen. Dus hier in deze periode zagen we dumpjes van 30 tot 40%. Je kunt het meten met deze meettool. Hier 46%. Maar later ook in de markt zagen we hier vooral dumpjes van 20%. Dus dat is waar we misschien meer naar moeten kijken. In ieder geval tussen de 20 en 40% voor als de koers hier gaat terugvallen. Maar de RSI die is flink overhit en dat moet op zijn minst afkoelen. Dan, waar zijn we gesloten op de futures grafiek? Op 23.685 en we zitten nu hier ergens rond de $25.000. En de gap van, even kijken, dat was niet van deze week, van, ik ben hem even kwijt, naar boven. De gap van vorige week, die was in ieder geval meteen dezelfde week gevuld. En we zien nu dus dat er een potentiële gap kan ontstaan afhankelijk van waar die beurs natuurlijk zal openen hier op de CME Futures grafiek en waar de Bitstamp grafieken ongeveer liggen. Goed, wil jij net zoals ik leren traden, meedoen, de grafieken kunnen leren lezen, targets bepalen, doe dan in ieder geval een kennismakingscursus zodat je leert wat traden is, hoe je die candlesticks kunt lezen, hoe je die trendlijnen kunt tekenen. Je vindt de link onder in de video in ieder geval en je ziet het al, 81 beoordelingen, bijna 1000 mensen die het hebben gedaan, zijn hartstikke tevreden. En ook hieruit heb ik begrepen dat mensen alleen al door de kennismakingscursus te hebben gedaan, ook winst behalen. Nou, wil je dus ook meer leren over traden, ook leren traden zoals ik dat doe, doe dan in ieder geval de handelscursus. Je vindt de link onder in de video en als je die hebt gedaan, leer je eigenlijk al dit soort dingen. Wat belangrijk is, waar je op moet letten, hoe je verlies kunt beperken. En je komt ook in de Premium Discord groep terecht. En in de Premium Discord groep deel ik ook in het weekend, ook op feestdagen, in ieder geval een kleine update over wat we kunnen verwachten. En dat heb ik van gisterochtend ook gedaan. En ook die trade is op dit moment goed aan het uitpakken. Dus ga dat doen. En daar heb je meer dan 100 leden die ook naar de grafieken kijken. Dus ook hun eigen setups delen en daar kun je ook gebruik van maken. Nu het ook met kerst is, neem ik wat meer afstand van de schermen. Maar daar kun je dan dus ook aan deelnemen. En in die Premium Discord groep deelde ik dus gisteren symmetrische driehoek. Nou, die is inmiddels uitgebroken, die gaan we zo direct bekijken. Ik had gehoopt dat we naar $30.000 zouden gaan. Jammer van de kerstman. Nu 22 mensen online, op dit moment 147 offline. Meer dan 100 mensen die naar die grafieken kijken. En ook hier, zij hebben een Ichimoku specialist, iemand die ook lekker bezig is met Elliott Waves. En in deze kanalen delen ook andere mensen hun eigen trades over Bitcoin en over altcoins. En heb ik ook, het is niet voor read only. Je kunt trouwens ook een proefweek doen voor de Discord groep. Je vindt ook meer informatie straks in de link in de eerste comment. Dus kun je een proefweek meekijken in ieder geval. Sommige kanalen zijn niet voor iedereen beschikbaar, zoals deze, Trade to 26.500. En dat was eigenlijk op basis van de maandelijkse waar we naartoe gingen. En daarbij zijn we dus ingestapt op die $16.000, dat was deze video. Dus dat is op 13 november gemaakt, 1 trade, 50%. En het was redelijk veilig wat dat betreft. Dan, wat kunnen we van Bitcoin de komende tijd verwachten? Dus we zitten hier op de dagelijkse grafiek, we zitten nog in een uptrend en zoals ik zei, zolang we die 12 hiermee die blauwe lijn support houden, kunnen we bullish zijn, kunnen we verwachten dat we verder naar boven gaan.
Op dit moment is het met niet al te veel volume. Het is natuurlijk ook het weekend en feestdagen, dus het volume dat is ook aan het afnemen, ligt onder het gemiddelde. Maar we hebben ook in de weekenden gezien dat Bitcoin dan toch omhoog kan blijven gaan. Belangrijkste support op de dagelijkse is de 21.864 op Bitstamp in ieder geval. Dat is de laatste low. Als we die breken, dan zouden we ook wat meer downside kunnen verwachten. Hè. Potentieel kunnen we dan doorschieten richting die $20.000. Maar vooralsnog, ook op de lage timeframes ziet het er prima uit. En lijkt het erop dat we naar boven zullen gaan. In ieder geval kunnen we ook hier, hebben we genoeg ruimte om een higher low te vormen. Zelfs als we zouden terugvallen, dan hebben we heel veel ruimte om terug te vallen om een higher low te maken wat dat betreft en ook vervolgens daarna door te gaan. En we zien ook de 12 EMA, die blijft mee omhoog bewegen. Dus dit zou je ook makkelijk kunnen krijgen dat we een pullback krijgen richting die 12 EMA, daar support vinden en dan door naar boven gaan. Wel zijn er ook een aantal tekenen die aangeven dat we misschien rekening moeten houden met een grotere correctie. We zien ook op de dagelijkse verlengde bearish divergentie ontstaan. Het is lagere toppen op de RSI, hogere toppen op de prijs. En ik heb het ook eerder gezegd en dat is hier eigenlijk ook gebeurd. Het kan worden genegeerd door FOMO, maar het is goed om te weten dat dat er in ieder geval is. En ook hier een long openen om, want we weten niet exact waar we naartoe gaan, is misschien niet heel verstandig. Tenzij je goed weet hoe je het moet doen en je stoploss plaatsen heel gedisciplineerd kunt doen. Hoe dan ook, de dagelijkse zit nog in de uptrend. En op de lage timeframes zien we ook dat we nog door kunnen gaan naar boven. Er is nog ruimte in ieder geval. En de eerstvolgende target op de dagelijkse is deze uptrendlijn eigenlijk. Hè. Die wordt gerespecteerd de hele tijd tot nu toe. En dan zit je ongeveer op de 25.500. En er zit ook een technische target aan van de Fibonacci op de 26.100. En op de maandelijkse hadden we natuurlijk die Fibonacci extension op de 26.500. Dus ongeveer de 25.000, laten we zeggen 700, 26.000 psychologisch rond. En dan door naar die 26.500. En vanuit daar is het ook maar kijken, waar gaan we komen? Het is moeilijk om te zeggen in die FOMO-tijden waar de koers exact naartoe zal gaan. Dan op de lagere timeframes, wat zien we hier? Dit is wat ik dus eigenlijk gisterochtend deelde. We zagen een symmetrische driehoek. En het is weekend, dus ik verwacht er ook niet te veel van. Maar ik zei, je kunt gewoon instappen op die hertest. En dat hebben we ook mooi gekregen eigenlijk. Dus deze symmetrische driehoek is naar boven uitgebroken. Er was ook de potentie voor een rising wedge die aan het bouwen was op de lage timeframes op de 1 uur. Deze twee blauwe lijnen, maar die is ook naar boven uitgebroken en heeft eigenlijk support gevonden weer en is daarna ervan afgebounced en heeft in ieder geval ook mooi support gevonden op die 23.777. En laat ik even een beetje inzoomen hier. Dus ik kreeg op die gele lijn mooie hertest van die 23.777 en de gele lijn en daarna is de koers door naar boven gegaan. En op dit moment zien we dus dat de 4 uur nog steeds in een uptrend zit, met een low, high, higher low, high, high, higher low. En dit is niet de exacte low, want die zit eigenlijk hier. Want alle candlesticks die nu omhoog gaan, dat zijn allemaal higher lows. Dus elke candlestick, het laagste punt, is steeds hoger dan de candlestick daarvoor. En ook op de 4 uur zit er dus nog een uptrend. Nou, wat kunnen we nu verwachten? De technische targets van deze symmetrische driehoek, dat is de 26.596, wat dus ook samenvalt met die eerdere targets die ik heb genoemd. En in zo'n patroon moet je ook altijd rekening houden met een bearish uitkomst. Nou, die hebben we niet gekregen, want die had de koers terug kunnen brengen naar die 20.500. Dus op dit moment hebben de bulls nog de controle. Het volume is niet super sterk. Dus elke keer als we, dit is de consolidatiefase, dus liep het volume af. Nu hebben we een stijging, loopt het volume ook af. Dus dat is niet de sterkste, dus we zouden zeker nog een pullback kunnen krijgen. Een higher low maken, voordat we in ieder geval door kunnen gaan. En de support zit initieel hier op de 24.217 en ook hier de 23.777. En zolang die 12 EMA, deze blauwe lijn hier support blijft, kunnen we verwachten dat de bulls de overhand hebben en de koersen ook hoog kunnen brengen. Waar we eigenlijk ook in zitten is een opwaarts kanaal eigenlijk, zoals je hier ziet. Dus ook hier geldt 12 EMA is support met die middellijn van dit kanaal. En als we dat support houden, verwacht ik ook dat we door kunnen zetten richting die 25.300 en misschien wel hier 25.500. Verliezen we dit als support, dan gaan we in ieder geval naar de onderkant van het kanaal, richting de, wat zal het zijn tegen die tijd, 23.700 ongeveer, wat dus ook samenvalt weer met die range. Dus die 23.777, dat blijft een
punt van support, een belangrijk punt al in deze hele range. Dus als we dat als support verliezen, dan zouden we ook verder door kunnen gaan naar beneden. En dan heb je hier de point of control van de range op 22.980 en ook hier de 22.261. Maar volgens nog, bulls hebben controle en kunnen we verwachten dat we doorgaan naar boven. Dan nog heel even kijken naar Litecoin. Ja, wat ik in een eerdere video eigenlijk al deelde. En sindsdien heeft Litecoin het ook super mooi gedaan. Dus ook hier die grote symmetrische driehoek. En sindsdien is de koers inmiddels al met zo'n, grof gerekend, 120% gestegen. Dus dat is enorm al. Dus mooi als je daarin hebt gezeten. En als we wat verder inzoomen, zei ik in de laatste video, ja, de koers is mooi gestegen, maar we moeten een pullback krijgen, want de RSI die was flink oververhit. Nou, die hebben we ook gekregen. En ook hier had je mooi in de Fibonacci-zone kunnen instappen. Ook de vorige support, Golden Pocket Regio, 0,382, 0,5. En dan had je ook mooi van deze stijging gebruik kunnen maken. Dus, wat kunnen we nu verwachten? Pullback mode, de RSI is op de 4 uur oversold. We gaan hier in ieder geval terug richting die 12 EMA, potentieel de Golden Pocket Regio. En ja, als je weet hoe je deze moet traden, dan is de volgende target in ieder geval de 143. En we zien ook dat Litecoin versus Bitcoin sterk is. Dus die is ook uit het kanaal gebroken. En in een eerdere video zei ik, als we dat kanaal kunnen breken, ja, dan is dat positief voor Litecoin. Nu is het ook zaak dat we erboven blijven, zullen er waarschijnlijk iets onder vallen. Maar we zien in ieder geval dat Litecoin versus Bitcoin ook vrij sterk is en ook higher lows en higher highs aan het maken is. Dus dat betekent dat hij het iets beter doet in percentage dan Bitcoin. En dat is natuurlijk ook zo, want gisteren deed Litecoin, of in de afgelopen dagen deed Litecoin 35%. Nou, dat heeft Bitcoin dus zeker niet gedaan. Dus Litecoin, daar kun je ook zeker mooie trades uit halen. Goed, dat was het einde van deze video. Nogmaals, like de video als je de content kunt waarderen. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als jij die 99 Trust Wallet tokens wilt winnen, deel deze video ergens en stuur mij een screenshot op info@thebitcoinconsultant.nl. Een hele fijne kerst nog toegewenst. Alvast een fijn goed jaar en tot de volgende video.